Dit is een muurtje. Met een doek erover en een kam kom ik hem met pruimen of druiven en de fles. En die houtsnip die ligt op zijn rug met zijn snavel naar boven. Dit is de houtsnip. Kijk. Wat zeg ik nou? Houtsnip. En die ligt dus met de snavel naar boven. Ja. Nou wil het. Hier staat geen tekst in, hè, in dit boek. Alleen voorwoord, hè, aan zijn vrouw. Dus Rien Poortvliet, Frans Buysing doet dat, maar hier staat geen tekst in. Dus als jij niet weet wat die mensen doen, dat weet ik toevallig, want ik ben altijd mee geweest drijven, vroeger, lang. Kijk, ik heb ook dieren opgezet, er staat hier ook ergens iets van in. Ik heb ook gefretteerd met dingen. De houtsnip. In de paartijd gaat hij balsen en dan gaat hij vliegen. En dan gaat hij bijna een looping maken. Dan gaat hij naar boven en dan duikt hij naar beneden. En dan hoorde een zoemend, een fluitend geluid. Zo. En dat doet hij. Aan elke vleugel heeft een vogel een duimvleugeltje, waar wij een duim hebben. En zijn een paar veertjes. Dan heeft hij een houtsnip ook. Nou, omdat die houtsnippen maar twee had, had hij dat hier getekend. Kijk. Die twee handen, die doen iets met die vleugel. Dan vertel ik jou nou wat die doen. Die twee handen, dus die houtsnip, dat trek je één veertje, maar één veertje eruit. En dan kan het er ook één. Dat is het duim. Vleugelveertje, oftewel het schildersveertje. En met dat veertje, ik heb er nog, deed vroeger de oude meesters onder andere kant schilderen. Die kanten kragen. En nog meer. Dat is echt waar, wat ik nou vertel, staat nergens. Het Rien Poortvliet, heeft er hier een zo'n veertje, dat is zo'n veertje, erbij getekend. En ik zit de gek. De middelste. En die andere twee heb ik een heffige plek. Die zijn echte. Voel maar. Dus ik heb... De middelste veertje heeft hij getekend. En dan laat ik dus met kinderen en mensen laat ik zien dat mijn verhaal dus echt is. Want ik heb twee echte veertjes er langs geplakt. Die zijn van een houtsnip. Voel maar. En die zijn heel stunnend. Dan weet ik eigenlijk zeker dat er bijna niemand weet. Kijk, dit zijn van die veertjes. Ja, er zijn een hoop houtsnippen geweest. Elke houtsnip heeft er maar twee. Oh, die veertjes. Dus ik heb als... om mensen te laten zien. Zelfs mensen die vogels hebben. Die weten er niks van. Die hebben nog wel ooit gehoord. Dus die kunnen het boek niet lezen. Laat ik zo zeggen. Jij hebt hier die vogel en die hand die doet iets. Nou, die trekt er dus zo'n veertje uit en heeft hij getekend. Nou, om het te laten zien dat het zo is, heb ik er die twee langs geplakt. Dat is mijn verhaal bij die houtsnip. Heb ik ook tegen Peter Nuiten verteld.